2013 heeft de Raad wensen meegegeven, dat noemen we de voorkeursvariant. Daar gaan mensen mee aan de slag. Dat is dan de uitvoeringsfase die onderzocht gaat worden. Hele duidelijke wens was vanuit de verkeersveiligheid om die kruisingen ongelijkvloers te maken. Alleen toen was er nog niet sprake van hoe dat precies eruit zou komen te zien. Nou, we hebben daar echt maanden, ik zeg eigenlijk jaren, heel hard aan gewerkt en heel hard voor gevochten. En we kunnen nu zeggen dat er eigenlijk nog een verbetering ligt ten opzichte van de voorkeur. Dat is namelijk tot op twee kruisingen de ongelijkvloersheid echt in diepe bakken komt te liggen. Waardoor de oversteek gewoon op maaiveld blijft. Ja, dat heeft zowel verkeersveilig als qua ruimtelijk kader, zoals we dat dan noemen, als doorstroming ontzettend veel voordelen en de verkeersveiligheid. Dus ja, daar zijn we heel blij mee dat we nu hebben geconstateerd dat binnen die financiële kaders zelfs een plusje op de voorkeur gemaakt kan worden voor Amstelveen. Nu gaat een en ander plaatsvinden vanaf 2018. Waarom brengt u nu dit nieuws naar buiten? We willen ook heel duidelijk vertellen dat er een heel mooi eindplaatje ligt, maar dat die 2 jaar best heel veel pijn af en toe gaat doen. Want natuurlijk komt er overlast. Ja, en dan wordt het wel heel krap als we nu nog een paar maanden wachten. Ik geef ook heel eerlijk aan, er is heel hard gewerkt de afgelopen tijd. Maar voor een inwoner in Amstelveen die gelezen heeft dat er in 2013 een voorkeursvariant uitgesproken is, is het nu toch alweer 2015. En wat is er gebeurd en wat gaat er de komende jaren gebeuren? Wat gaat u doen om de overlast te beperken? Blijft openbaar vervoer mogelijk? Ja, openbaar vervoer blijft zeker mogelijk. In de voorkeursvariant is heel duidelijk gestuurd van de mogelijkheid onderzoeken of lijn 5 kan blijven rijden. Nou, wij weten nu dat dat kan. Dat kan binnen de financiële kaders. We gaan echter wel nu nog met de raad en de woordvoerders goed om de tafel om echt de plussen en midden tegen elkaar af te strepen. Want ja, lijn 5 kan blijven rijden, maar daardoor duurt het hele project misschien net een paar maanden langer. Misschien moet er daar extra groen voor weg, als we dat willen. Nou, dan maken we een lijstje van plussen en minnen voor, want misschien gaan we toch bussen inzetten. Maar we weten nu, dus zie je het als een luxe probleem dat we nu kunnen gaan kiezen. Ja, er is een mogelijkheid dat lijn 5 blijft rijden. Ja, er zijn ook nog andere alternatieven en die gaan we nu met elkaar bespreken.